Ja, het is wel een jurk. Ja, heel cool. Daar sta je dan op de Idols stip. Ja. Stel je eens in het kort voor. Ik ben Anne, ik ben 24, heb een zangopleiding gedaan in Kopenhagen. Ik hoop dat ik het net zo goed voort kan brengen als dat ik het daar heb geleerd. Ik heb nu het idee dat je een soort iets heel spectaculairs met je stem gaat doen. Misschien moet je nog even uitleggen wat je dan precies specifiek op een zangopleiding in Kopenhagen leert. Normaal gesproken word je klassiek geschoold en dan leer je ook wat je binnen dat genre kunt doen. Ja. We hebben geleerd wat je daarbuiten allemaal nog kunt doen. Ah. Het is allemaal leuk en aardig dat je hele lieve schattige liedjes zingt. Maar het is ook heel tof om te leren grunten. En wat doe je in het dagelijks leven dan? Ik ben een kaasmeisje. Ik werk in een kaaswinkel in Rotterdam. En gaan wij nu een grunten kaasmeisje krijgen? Nee, nee, nee. Graag niet. Kaas! Nee. Anne, wat ga je zingen voor ons? Piece of My Heart van Janis Joplin. De stip en de ruimte is voor jou. So come on, come on, come on, come on. Let's take it, take another little piece of my heart now, baby. Hey, break it, break another little piece of my heart now, baby. And have, have another little piece of my heart now, baby. You know you got it, if it makes you feel good. Yeah! Dus. Ja. Waarom heb je dit liedje genomen? Ik vind dit echt een tof nummer omdat je kunt laten zien wat je daadwerkelijk kunt. Maar bedoel je dan dat wij nu gehoord hebben hoe hard je schoor kunt zingen? Nee, nee, absoluut. Nou, dat zou misschien wel zijn als mijn stem vanzelf ook schoor zou zijn. Maar. Ik vind het tof om te laten horen dat ik ook iets anders kan dan leuke schattige liedjes zingen. Wat ik juist niet cool vind, is dat ik niks eigens hoor. Dus nee? ik heb nu gewoon niet Anne gehoord. Wat mij betreft neem ik je niet mee naar de volgende ronde. Ik zeg nee. Oké. Ja. Ik zeg nee. Ik zeg ook nee, sorry. Ik zeg ook nee met als aantekening dat je niet moet wanhopen, want je bent dus inderdaad maar 24. Ja. Nou, dat is een leeftijd waarop je dus echt nog van alles kan met je leven. Dank je. Carry the load. Succes.